Is het nou al met al een goede keuze geweest? Ik las nu dat ook Raiola en Kluivert al ontevreden waren. En dat Francesco had gezegd, het is best wel even goed dat die jongen even op de bank of op de tribune zit. Hij moet nog tactisch veel leren. Wel, maar jongetjes van die leeftijd die naar dit soort clubs gaan, dat is altijd onverstandig. Maar ja, je ziet het aan dat jongetje bij AZ. Misschien voetbalt hij nooit meer. Boa, doe het. Schijnt nu dat hij na de winterstop weer terug zou komen. Ja, nou ja, laten we het hopen. Maar ze willen meteen de grote poen hebben. Kijk, maar net als mensen als Guardiola en mensen als Wenger, die geven wel echt om de jeugd. Ja. Die willen daar, ja, wel. Zeker Wenger. Die willen daar wel energie in steken. Maar bij dacht je die gozer van Roma? Die denkt maar aan één ding. Zijn eigen hachje redden. Die van Roma. Die trainer bedoel je? Ja. Nee, maar die trainer koopt die gasten niet. Dat is die. Nee. Dat snap ik. Maar die gebruikt ze wel of niet? Die ja, maar ik bedoel, hij wordt gebruikt. Weet je die gast? Die van Sevilla. Nonzi. Nonzi? Wie is dat? Is dat die, al die van directeur, Sevilla, directeur sportief. Sportief, ja. Ja. Die haalde al die gasten. Ja, die wil ze bij Manchester nu gaan halen. Nee, maar als Kluivertje, Jan Kluivertje is natuurlijk een aardig spelertje. Maar Kluivertje is toch niet degene waar in Italië op het heetst van de strijd mee wint. Nee. Dat is een momentenvoetballertje. En die had de sympathie in de Johan Cruijff Arena bij de mensen. Weet je? Ja. Dat ziet er leuk uit. Hij zal wel goed balen. Denk je niet dat hij nu Ajax zo ziet schitteren en al die mooie momenten van Ajax in de Champions? Ja, maar dat vind ik eigen schuld, hoor. En dat is ook heel veel de schuld van zo'n zaakwaarnemer. Ja, die zo'n jongen gek maken en weg wil brengen. Zonde is, Johan. Als volgende week, of volgende week niet. Als volgend jaar Matthijs de Ligt naar Tottenham gaat, of die gaat naar Manchester United, dan is de kans 90% dat hij slaagt en 10% dat dit dat misgaat. Maar bij hem is het andersom. Ja. Is 10% kans dat hij slaagt en 90% kans dat het misgaat. Jari Liedmanen zei deze week in een interview, de Ligt gaat of naar Real Madrid of naar Barcelona. Meteen. Ja, gaat geen tussenstap maken. Nee, natuurlijk niet. Maar zo'n ventje, weet je wat, waarom denk jij dat daar wel kan redden? Je komt al binnen als niemand. Ja. Zit hij aan te kijken en denken, wie is die gozer? Hebben ze die uit de A2 gekocht? Ja, maar ik had altijd het idee. Dat is een zonde, man. Ik had altijd het idee dat dit ventje van zichzelf dacht dat hij al een verdette was. Ja, denk het, ja. En hoeveel goede wedstrijden heeft hij nog gespeeld voor Ajax? Ja, Roda. Vijf, denk ik. Roda thuis. Voor meer leuke video's abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.